Zo, meneer Roy, rood ligt hier boven mij. Ja, kereltje, lekker hè. Ja, is lekker hè. ik heb dus nu weer een probleem met mijn auto. Dat aan de voorzijde bij mijn USB-ingang. Nou, ik heb hier dus een heel mooi pakketje. Wat ik dus thuis ook al liet zien. Ja. En dan gaat Ro even de camera even vasthouden. Ja. En dan kan ik dus het openmaken voor jullie. Hele goedemiddag allemaal, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick, Roderick en Karen, ja dat zijn wij. Het is vandaag maandag 19 september 2022 en het is nu 11 over 1 in de middag. Ja, ik heb al de hondjes uitgelaten. Hi, kom hier dan. Kom. Vindt iemand het leuk om even een knuffel te bieden? Nou, dat mag. Jij. En ik wil jullie ook eigenlijk door de wasstraat heen hebben. Net zoals Lady gisteren. Ja, dat vind ik heel fijn. Maar ik heb hier dus ook een pakketje binnen. Maar daar later vandaag meer over. Dus ik zou zeggen, heel veel kijkplezier voor deze gloednieuwe vlog. Meneer Roy, rood ligt hier boven mij. Ja, kereltje, lekker hè. Ja, is lekker hè. Wat is er dan? Hoi. Maar ik ga zo Ro weer ophalen van zijn werk. Ik ga nog heel even snel deze aan de lader doen. En dan ga ik nog even naar de wc. En ik neem deze pakket mee. Want misschien dat Ro daar ook mee kan helpen om hem in de kofferbak te gaan doen. Want daar is hij voor. Heb ik al wat gezegd. Maar daar is hij voor. Dus de vlog die staat daar al voor online. Want daar heb ik een dingetje van gedaan. En als ik het niet vergeet, zal ik even daar ook de link van in de beschrijving zetten. En als ik het wel vergeet, laat me even weten, want dan kan ik het alsnog even doen. Ja, want ook ik vergeet nog wel eens wat, jongens. Ook daar ben je gewoon mens voor, om dingen te vergeten. Ja, want als ik dus aan het editen ben, dan ga ik niet mijn hele vlog nakijken van wat ik nou gezegd. Nee, het is gewoon de dingen eruit halen wat eruit moet. En dat weet ik altijd. Dat is eigenlijk. Dus, ja. Ik ga nog even wat dingen doen. En dan ga ik zo Ro ophalen. Ik sta al een tijdje bij Ro's werk. En ik word zo meteen teruggebeld door de autodealer. Want ik belde namelijk naar de werkplaats. Maar er was bijna 20 minuten wachttijd. Nou, dat ga ik niet doen. Dus ik kon een sterretje klikken. Oh, als ik terug wou gebeld worden. Nou, dat werd dus ook gedaan om 14:40 rond. Want die tijd. Nou, het is nu 14:32. Dus even kijken wat ze zo meteen gaan zeggen. Jop. En gewoon. Dus dan ben ik heel benieuwd naar straks. Dus ik hoop dat ik jullie dan dus ook zo meteen erbij kan pakken. Ja, daar ben ik heel benieuwd naar. Ik wel. En ik hoop jullie ook. Ja. Zo, ik kan tussen nu en 1, 2, 3 minuten gebeld worden. En daar komt Ro ook alweer aan. Dus dan zit Ro ook alweer in de auto. Dus dan kan hij lekker zo meteen meeluisteren. Ja. Erg handig. Hij is Katty. Ja, en dan ga ik even alvast de auto starten. Ook dat ga ik alvast doen. Oh, ik weet niet waar Ro dat neer gaat zetten, leggen. Gewoon in de kofferbak neem ik aan. Yep. Hi schat. Hey. Maar het kan beter.
Want ik word ook zometeen teruggebeld en door Wittebrug. Dus ik hoop dat ze bellen zometeen. Binnen nu en 2 minuten. Dus ik ben ook gelijk even aan het opnemen. Het is wel zo makkelijk al dat en dat ik dingen ook nu even opnemen. Ja, dat is handig. Want ja. En mijn USB-poort voorkant is kadoek. Dus ja, dan. En mijn auto zit nog in de garantie, jongens. Dus ja, en ik ga wel op vakantie. En ik mis gewoon mijn flitsmeister hier op dit scherm. Hier, daar. Daar mis ik hem. Ik moet hem niet op mijn telefoon hebben, maar daar. Kijk. 1, 2. Hi. En kijk uit voor het snoertje hier nu. Want ik heb mijn telefoon nou via de achterkant even aan de lader. Ja, die wel? Ja, die wel, maar de voorkant niet. Flitsmeister? Nee, flitsmeister kan ik dus niet via de achterkant daarop krijgen. Dan moet ik via dat doen. Ja, dat zeg ik. Dus kijk daarmee uit. Kijk, ik kan flitsmeister hier wel opzetten, maar dit stoort mij. Want dan moet ik daar naartoe kijken. Ik wil hem daar hebben, want dit stoort mij anders niet. Dus nu moet ik eerst helemaal daar naartoe, flitsmeister. Maar ik hoor haar niet. Ik moet het over mijn boksen heen hebben. Dus ja, ik hoop dat ze zo meteen bellen. Hou je bek. Ja, er wordt al gepiept. Oh, je man, dom ding. Dus ja, en ik heb ook al net het ziekenhuis gebeld om te kijken of ik deze week voor een injectie kan. Alles is vol. Kan niet. Ja, volgende week maandag pas. Ja, lekker dan. Ja, ook dat. Dus ik heb ook al, Bronkhorst ook al gemaild over eventueel een zalf. Dus ja, we gaan het meemaken. Ik zou ook tussen 14:40 ongeveer worden gebeld. Dus dat is tussen nu en straks. Maar wat gaan ze hier binnenkort doen? Een zee, dat is een oudje. Ja, een makkelijk. Zo eentje had ik zoiets. Ja, dat zei je al toen. Dus ja, ik weet niet wanneer ik ze... Hallo, goedemorgen. Waarom er zo dicht bovenop? Dat is toch handig? Die snap ik dan niet, hè. Waarom er zo dicht bovenop? En ik weet niet of er een ongeluk is, maar staat wel op mijn scherm. Maar dat zie jij dan nu niet. Nee, omdat ik die ding erop heb. Dan moet je kijken op jouw flitsmeister. Ja, en ik ga geen centimeter helemaal naar voren. Vertik ik. En wij hebben toch zo meteen weer rood, oranje en rood. En jij gaat nog achteraan? Nee, oké, dat dacht ik al. Weer de livery, nog wat, geen idee. Dus ik weet niet waar die ongeluk is. Maar hij is wel op en op de snelweg, denk ik zo. Ja. Nee, maar achter laat hij wel, namelijk. Dus ja. Dikke BMW trouwens. Hoi. Nee, geen, alsjeblieft. Alsjeblieft. Alsjeblieft, geluid uit. Please. Ja, dat en dat ding zit en te mopperen, niet ik. Dan moet je wel zo meteen heel goed duidelijk doorrijden. En ik blijf hier wel staan, schat. Want ik weet niet hoe snel hij door kan rijden en ik blijf hier wel staan. Ik vind het helemaal prima. Jee. Hij wacht op mij netjes, oké. Dus ja. Maar als ik word gebeld, dan gaat Rode camera erbij pakken. En dan gaan we filmen. Yes. En ik wil wel dat hij dan al gemaakt is. En ik weet dat jullie het stervensdruk hebben, dat snap ik. Maar ik weet wel en dat dit nog onder de garantie valt. Ik ga even kijken. Gaat dat voor op actie staan? Ja, klopt, correct. En dan ga ik je toch een terugbouwtje achterlaten, want ik kan hier alleen maar plannen. Oké. En ik ben op 21 november, dus dan. Zo! Dan gaat dat
Dan gaat dat niet werken. Nee. Even kijken. Nou, wat ik ga doen, ik ga even het fotootje achterlaten en dan hoop ik dat zij vandaag even u terugbellen. Is goed, top. En dan, nou ja, en als ze niet, dan anders ook graag. Is goed, top. En tussen wanneer moeten ze dan mij weer terugbellen? Tussen nu? Ja, dat zal tussen nu en uiterlijk 5 uur. Oké, top. En als ik niks heb gehoord, dan bel ik morgen weer naar jou toe. Is goed, dankjewel. Is goed, oké. Tot ziens. Nou, nou ja, jullie hebben het gehoord. Dus dat wordt gewoon even afwachten. Tussen nu en 5 uur moet ik dus worden teruggebeld. Ja, en ik mag nou niet inhalen, dus ik moet even op mijn remmetje trappen. Laat ze maar eens lekker zelf hier voor gaan. Ja, en ik kan toch op deze baan. Ja, da, 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 da. Zo! Heel erg eng. Jezus, mina! Er rijden twee vrachtwagens eigenlijk achter elkaar. Op baan 3, zeg maar. En van baan 4 komt er iemand nog eventjes ertussen. Godsamme! Ja. Jezus, mina! Laat je me ertussen of wat? Ja, dankjewel. Beetje paniek in de tent. Ja, maar niemand rijdt hier netjes lekker door, moet ik zeggen. Nee. Godsamme mijn echt, jongens. Hier, dit ook. Hoe dan? Tralali, tralala. Ik heb pak achter elkaar kleven. Vrachtwagen op baan 2. Ga lekker naar baan 4. Of naar 3. Maakt het uit. Hier hebben we ertussen. Ja, tuurlijk, joh. Ruimte zat, hè? Ja. Zo, dit is namelijk ruimte. Ja, daar weer tussen. Die busjes vlak achter elkaar. Ja, nu 87, daarom zeg ik al, ik moet het daar hebben. Maar ja, maakt niet uit. Wat tussen nu en. Ik doe jou wel even uit. Als ik het deed, dan moet ik het daar maar even op doen. Helemaal goud. Leer ik dat ook maar eens even. Eerst even kijken hoe die flitspaar de geluiden van navigatie uit kan zetten. Oh ja hoor, dat kan allemaal. Ja, even kijken. Ja. Moet eens kijken, en wat voor een gat tussen deze Volvo ik heb en achter mij, schat. Moet eens kijken, via jouw spiegel. Oh, nou en zo behoort het. Geef elkaar de ruimte. Nee, dat is te moeilijk. Zo, dingetje op de weg. Gevaarlijk, jongens. Zie je, Emma, dat ik ook normaal kan rijden, schat? En rustig kan rijden. Hé. Hey. Oh, oké. Okay. Eerst maar even naar de mol. Dat mag gelijk gedaan. Om daar niet meer druk over te maken. Doe je maar de koek ook. November, wat denk je zelf? Godsamme. Waarschijnlijk gaan hun er ook weer vanaf. Wat? Zo. Als je gewoon even duidelijker gaat praten, dan hoor ja, ik je. Ja, ik doe mee bij dat paneel, maar iedere keer knalt hij de verbinding eruit. Dus dan krijg je niet betaald. Je zit er klaar, dit resetten, dat resetten. Nu kreeg ik vanochtend een berichtje van ja, we gaan het van je afsluiten. Dat je daar niet meer mee kan doen. Nou ja, ik ga het eraf gooien en opnieuw installeren. Nu krijg ik een berichtje van dat die VPN niet goed is. Nou, ga ja, dan dat, zometeen dat even zeg ik al naar. De hele tijd. Dus die heeft hij zelf een. VPN-linkje erin gezet. En die is server-based in plaats van device-based. Ja, maar ik wilde ook eens even weten van waarom jouw VPN dat niet doet. Dus heel mooi, Vodafone. Nee, die VPN gaat er gewoon af en die andere gaat erin. Oké. Okay. Zo het zegt. Ja. Kijk, maar daar
haar zeg ik al, ik weet en dat ze het druk hebben, maar ik wil wel dat die wordt gemaakt voordat ik op vakantie ga. Tuurlijk. Dus ze hebben nu een spoedklus voor mij. Ja. Ga maar repareren. Nu. Tempo. Ja, een spoedklus, daar ben ik heel makkelijk in. Ja, dit is het nieuwe parkeren blijkbaar. Maar hij is wel heel gaaf deze, hè? Ja. Eens kijken. Mooi uitlaatje. Jong. Dat is heel gaaf, hè? Kijk, kijk. Ik ga hem zo filmen. Nee, dat werkt niet, hè? Hij is heel gaaf. Ja. En dan ga ik achter Roan. Die strompelt. Maar die is ook moe. We gaan eerst even hier naartoe. Zoals altijd. Dan ben je ook moe. Maar oké, maakt niet uit. Ik ga gewoon even achter Roan. Leuk. Even kijken waar die juist. Daar huist hij uit. Helemaal uit. Daar is hij. Hi. Hi. Alles goed? Bijna alles. Oh, mooi. Bijna. En wat is er niet goed aan? Dat is binnen. Oh, en dat weet je dus niet. Okay. Ja, dat kan. Dat kan. Ja, kom dan. Nou. Doe maar. Schat! Je bent weer aan het etteren. Kom! Je moet weer dingen oprapen. Nou, dan sta je weer naast me, maar nee. Je laat eerst de andere weer. Ja, is handig. Maar ja, is leuk. Ja. Dus, nou ja. Rodi staat weer achter deze mevrouw. Die vindt het leuk om dan weer iets te pakken wat hij weer vindt van de grond. Dus ja. Zo. Hè? Eindelijk weer onze eigen Jumbo, hè, schat. Eindelijk weer. Heerlijk. Zo fijn. Hi. Hi, ciao Bella. Ciao Belly. Hallo, alles goed? Ja, lekker. Mooi. Druk bezig. Dank je. Nou, die kus vinden jullie altijd wel leuk, toch? Van onze grote vriend. Yep. Wel weer leuk. Gezellig. En ik ga Ro achterna. Ik ga gewoon Ro even achterna. Vind ik leuk. Ro pesten. Zoals altijd. Zo, zit aardig wat in, ja. Ja, er zit aardig wat in. Ja. Maar is het ook lekker? Dat is de vraag. Tuurlijk zijn er ook lekkere dingen. Ja, maar ja, er zijn ook een hoop dingen die ik niet mag, zoals dit mag ik niet hebben. Oké, okay, gewoon de goede dingen eruit halen. Nou, en dit hoef ik niet, want dat is er niet echt vlees, zeg maar. Dat is niet echt vlees, nee. Nou ja, ik weet niet. Nee. Ik heb hier dus een heel mooi pakketje, wat ik dus thuis ook al liet zien. Ja. En dan gaat Ro even de camera even vasthouden. Ja. En dan kan ik dus openmaken voor jullie. Ja. Kijk. Helemaal geweldig. En hij loopt zwaar ook nog. Jongen, nog wat. Ja, en dit ruimen we gewoon zo meteen op. Helemaal niet erg. Zo. Kijk eens aan. Kijk eens aan hoe mooi. Maar eigenlijk nu al is. Mooi klein. Compact. Dat is natuurlijk mooi. En zo kan je hem dus vasthouden, zeg maar. Nou, en zo hebben we hier nog clipjes. 1, 2,
En dan kan hij dus zometeen in mijn kofferbak. Moet eens kijken, wat een ruimte. We moeten eens kijken. Extra verdeelde dingen erin. Extra, inderdaad, dingetjes erin. Kun je dus gewoon nog, ja. Netje. Hier. Wat is voor de bodem? Ja, en voor de bodem, ja. Iets. Ja, dit is... Oh. Ik heb hier nog wat, maar dat gaan we even uitvogelen en dan zien jullie dat zo meteen wel weer. Hoe en de wat. Ja, als je aandacht wilt, kun je ook aandacht krijgen. Zo ziet mijn kofferbak er nu uit. Ja, moest eens kijken, wat een wereld van verschil, jongens. Jeetje, mine. Wat beter, zeg. Nou, en dan gaat dit nog even er weer terug bij in. Want dit moet bij mij in de was. Yes, dit is rozenschoenen. Yep. En dit gaat toch weer allemaal eruit, zeg maar, straks. Maar om toch weer even mee naar huis te kunnen nemen, gaat het wel weer er even bij in. Helemaal goud, helemaal top. Nou, en dan is het hier even zo, even weer een puinbak. Yes, helemaal goed. Top. Yes. Ja, goed hè? Ja, dat dacht ik ook. En toen waren we weer lekker thuis, jongens. Ja. En ik heb wat lekkers gehad. Ook, ja, ik heb zo wat lekkers gehad. Maar, en dit is weer voor mij veel te veel, dat weet ik, maar... Maakt het ook allemaal niet uit. Het is nu net 5 uur. Zeg ik dat goed? Ja, 5 uur. Oeh, mama, die zal jaloers worden. Sorry, mam. Maar ik vind het wel lekker. Ik ga mam even sowieso een foto sturen. Hallo. Hallo. Omdat ik vis heb, gaan jullie zo doen. Hallo. Denk het niet, hè? Kijk, fotootje maken voor mama. Zo, en die stuur ik nou lekker helemaal maar door. Ja, en ik ga nog even vlog editen. En ik ga even gewoon even lekker op Videoland kijken vanaf hier op mijn bureau. Ja, is leuk. Hier. Yeah. En ik ga dit eten. Dus, tot straks. Dan naar mijn visje en naar editen, weet ik veel wanneer. Ja, nou, ik lig gewoon hele lange tijd op bed. Al vanaf 7:00 vanavond. Het is al inmiddels al bijna 2:30 midden in de nacht. Ik kan niet slapen op dit moment. Maar... En dan gaat mijn wekker alweer om 5:00. Want ik zal Roderick namelijk straks weer naar zijn werk toe brengen. En dan ook weer vanmiddag ophalen. Ja, ik heb het er maar weer druk mee. Maakt helemaal niet uit. Het is allemaal weer even een korte, rare rotnacht. Maar ja, ik heb ook weer aardig wat pijnen. Maar oké, maakt niet uit. Komt ook wel weer goed. Maar voor nu ga ik wel de vlog afsluiten. Dus vond je dit weer een leuke vlog? Ik zou zeggen, abonneer even hier beneden. Doe het duimpje even omhoog. Doe het belletje aan. En laat even een leuke reactie achter. En dan zeg ik, dankjewel weer voor het kijken. En graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Ciao.